Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en ik ga jullie proberen een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. Vandaag hebben we deze ananas gepekeld en gevuld met een overheerlijk hakje, omwikkeld met een spekmat en 5 uur gerookt in de barbecue. Een genot voor je oog en lekker in je bakkes. Jongens, ga lekker zitten, vat een bakje koffie, we maken de swineapple. Barbecue is what we do. De meesten die mij een beetje kennen weten dat ik vrij actief ben op social media. Dan bedoel ik Facebook, TikTok en Instagram. En daar word ik ook gedurig getagd voor hele leuke dingen natuurlijk. En dit was de inspiratie van een receptje met een ananas. En in dit geval werd ik dus getagd door Jeffrey Kluitmans. Nog bedankt ervoor. En ik heb het natuurlijk bekeken en ik heb er ook een eigen inspiratie aan gegeven. En daarom duik ik er ook meteen de barbecue studio in. Dan zul je bij je eigen denken, hey Rinus, wat moet je nou met zo'n halve ananas? Nou, het is vrij simpel. Ik ben gisteren eigenlijk al begonnen. Ik heb hem gisteren dus goed onder handen genomen. We hebben namelijk de koppen eraf gesneden en rondom de schil eraf gehaald. Toen de koppen een beetje bijgepunt en 2 schijven eraf gesneden. En daarna hebben we dus de middenzijde helemaal ontholt, zodat we die zo'n ding kunnen vullen. Maar dan wil ik hem eerst gebrined hebben. En dat doe ik dus in deze maple bourbon brine. En die is heel erg lekker. En die geeft een mooie volle smaak aan deze ananas. De tip, wip van de dag. Oh ja, even opletten. In een ananas zitten heel veel enzymen. Die breken dus vlees af. De eiwitten en vetten breken die af en dan wordt het eigenlijk pulp en eigenlijk is het helemaal niks meer. Dus als je dus iets in je ananas doet of er omheen wikkelt, wordt dat eigenlijk allemaal pulp. Daar hebben we dus een trucje voor en die heb ik dus van René Ousema. Daarvoor gebruiken we dus een rode peper in de brein. Dus we koken dus de all brine met een pepertje wat ik fijn gesneden heb en dan zetten we hem 4 uur weg en laten hem rustig afkoelen. Dat doe ik omdat de peper dan goed zijn werk kan doen in de brine en daarna gooi ik hem door het vergiet. Het ananasje zit er al in, zakje mag dicht en mag er dus een nachtje de koelkast in. Kijk eens aan, halen we hem gelijk uit de koelkast en daar hebben we hem weer. Daar is dus de ananas en hier heb ik een heel mooi stukje burger gehakt. Wat van de Galloway koe is en aangevuld is met mergbeen. Oh ja, dan kijken we even 2 tellen naar die Galloway koe. Die Galloway koe is een Nederlands-Belgisch ras. Ja, geen ras. Hij wordt daar gefokt. Hij heeft 24 uur weidegang gehad. En daardoor loopt hij dus de hele dag buiten op het gras. Kan hij lekker de hele dag het gras naar binnen bikken. En het heeft een hele mooie smaak. En dat zeg ik omdat hij op Black Angus lijkt. Daarin wordt hij ook mee vergeleken. Dus dat is een prima stukje vlees om een lekker hakje van te drijven in die ananas. Dus nu even uit het zakje halen, dippen we hem even rondom helemaal droog en de dekseltjes ook. Dit grof gemalen hamburger gehakt wordt gemaakt van gerijpt brisket en chuck. En dit vingeren we dan even in het gaatje, totdat die lekker helemaal vol zit. En dan zul je ondertussen misschien afvragen, hoe komen we nou aan die naam swineapple? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het is namelijk pineapple in het Engels, maar dan met varken, dus swineapple. Nou, hupsakee, knippen we even de stokjes af en dan gaan we over op het varkengedeelte. En dat is dus de baconmat. Je legt bacon neer ter breedte van je ananas en daarover gaat over het dwars dus reepjes en dan vlecht je om en om, zodat je dus een mat krijgt. Je kunt er zelfs ook nog keukenfolie onderleggen, zodat je makkelijker over je ananas heen kan rollen, maar dat zie je zo meteen wel hoe ik dat doe. Je drukt even de flap helemaal aan op je werkblad en dan til je hem met een spaan op en flap je hem er helemaal overheen. En daarna rol je eigenlijk rondom, zodat hij helemaal lekker aangedrukt zit. Let op, en ik steek dus de prikjes weer door mijn bacon heen, zodat het niet loskomt. Ja, leuk wat we doen hè, dus even abonneren, want daar help je mij weer mee. Dit is dan het idee, dan druk je de pinnetje ietsjes in met de kop van de ananas. En dan is dit de swineapple en mag hij dus de barbecue in. Halen we deze er even af, want ik ben veel te bang dat hij omkukelt. Ik krijg alleen maar rotzooi van. Gaat de barbecue lekker open en dan mag hij er gelijk in. Ik heb dus de barbecue ingesteld op 135 graden indirect. Dus je kunt het in je eigen barbecue ook gewoon prima doen. Gooi er een lekker rookhoutje tegenaan. In dit geval is de brandstof die ik gebruik fruithout. Dus dat kun je prima gewoon zelf ook toepassen. Gewoon een lekker kersentje erin of vind je een ander smaakje lekker. Helemaal prima. We garen hem dus nu gewoon lekker even door. Hebben we even tussendoor de tijd om een lekkere barbecue saus te maken. Want we willen er nog een extra boost aan geven. Dan neem ik dus het hart van de ananas die ik meegebrined heb en die snij ik helemaal fijn. Dan neem ik vervolgens 8 eetlepels tomatenketchup en dat is dan de basis van de barbecue saus. En die vul ik weer aan met deze pittige California hot sauce. En daarbij gaan er nog 3 eetlepels lichte bastardsuiker met maple syrup. En dat is ongeveer 2 eetlepels. Dan gaat meteen de ananas erbij en hotse flotsen we alles even lekker door elkaar en laten we het even rustig doorkoken. En als laatste rammelen we dus de staafmixer erdoor zodat hij lekker glad wordt. We zijn nu ongeveer een half uurtje, 3 kwartier verder. Hij begint aardig op kleur te komen, de saus staat er weer en alles is lekker warm. Dus we gaan meteen de eerste keer erin moppen omdat hij dan lekker sticky wordt. En de winactie van vorige week met de pulled beef en de thermopan smoke is gewonnen door Michel Mol! Gefeliciteerd jongen!
jij hebt gewonnen. Geef even een berichtje via barbecuebrommen.nl en dan wordt het geregeld. Sturen wij deze mooie Thermopen Smoke op. En nogmaals, hartelijk bedankt, Thermopen.nl. Dankzij jullie is dit mooie mogelijk gemaakt. We zijn nu ongeveer een uurtje of vijf verder. Ik heb hier een plantenspuitje gevuld met water en die heb ik om de 20 minuten gebruikt. Even rondom erin sprayen. In totaal heb ik hem dus 3 keer gekwast en dat sprayen wat ik net al benoemde. En dan ben je dus eigenlijk op dit eindresultaat. We kijken nu even naar de kleur en die ziet er voor mij perfect uit. De kerntemperatuur van het vlees is goed, dus dan mag die eruit en gaan we een broodje opmaken. Trouwens, ik heb expres rundgehakt genomen, want dan mag je medium eten. Dan hoef je niet per se helemaal vast te houden aan die kerntemperatuur. Kijk dan, lekker jongen! En als je eigen afvraagt hoe serveren we dat nou, dan neem je gewoon een lekker vers maasbrood. Dan zagen we de contour van af, vervolgens lepelen we hem uit en gaat er een beetje sla bij in. Daarbij gaat onze heerlijke swineapple en vervolgens toppen we dat een beetje af met peterselie en wat barbecue saus en meer hoeft dat niet te zijn. Oh, jongens, dat was even lekker hé. Lekker zoet, zuurig, spicy, heerlijk stukje vlees, dat was super mals, man, man, man. Een mooie dikke rooksmaak erin. Ja, dan mag ik wel een 5 uur roken natuurlijk. Jongen. Wat was dit genieten zeg. Nou ja, dan zit het er weer op voor deze week. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Vond je het nou leuk wat we vandaag aan doen zijn? Abonneer dan even op het kanaal. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Net als elke week zeggen we dan. Hashtag verrekte lekker. En tot volgende week jongens. Hey, jij daar. Kom je volgende week weer even kieken? Dan bedenk ik vast wat lekkers voor jouw bakkers.